Goedemiddag, CryptoCoiners. De eerste vrijdagmiddagborrel van CryptoCoiners. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar volgens mij hebben wij wel een borrel verdiend. Dus ik schenk even een biertje in. Ik ga nog sporten vanavond, dus het is 0.0. Ik zou zeggen, pak er lekker wat bij. En ik zou zeggen, proost, beste mensen. Ah, lekker. Ik vermoed dat jullie ook hard hebben gewerkt. Niet iedereen van jullie zal hebben gewerkt deze week. Maar ik was al in een trade gestapt en die heb ik even voor me gezet. Dat was Miro op USDT. En ik heb AllTrady openstaan als trading tool. En ik ben spot aan het daytraden op Bybit. En ik was hier ingestapt. Dat was om 2:10. Ik was er vroeg bij. Ik wou absoluut in een trade zitten als ik zou beginnen met deze vrijdagmiddag borrel. Nou, de prijs is nog wat verder gezakt. Heeft niet mijn bijkoop bereikt. Want die stond ongeveer op dit niveau. Nou, daar zijn we niet gekomen. Ik heb 75% verkocht. Ik dacht, we gaan eens trailen met 2,7% winst. En met de resterende 25% ben ik gaan trailen om te kijken of we die nog hoger konden verkopen. Heel vaak lukt dat niet. Ik zeg vaak trailen is spelen en spelen kost geld. Dat is dus een winststrijd geworden, ruim 2% met een kwart van het budget. Dus 0,5% op mijn portfolio. Nou, 2 van dat soort trades per dag en je bent klaar. Dus dat is lekker. Nou, ik ben net ingestapt. Dat was, even kijken, hoe laat? Om 4:15 ongeveer in token USDT. En daar zit ik nu in. Ben met 25% ingestapt met een testaccount. $100. Dus met $25 ingestapt. Er staat hier een bijkoop. Die staat op de breedte van de bolletje bands. Dat zijn die blauwe lijn en die gele lijn. We gaan kijken wat er gebeurt. Ik heb weer 2 TP's, 2 take profits ingesteld. Dit keer allebei 50%. Ik heb ze lekker hoog gezet. De eerste heb ik ongeveer op deze wick gezet. Dus vlak boven of onder de bovenste band van de bolletje bands. Lekker agressief. Dat had ik bij Miro net trouwens ook gedaan. De andere helft, kijk, ik zag deze mooie wick. Ik dacht, nou, die zet ik gewoon daar neer. Gaan we toch weer kijken of we weer eens kunnen gaan trailen. OBV staat een beetje gek, zie ik. Zo, dat ziet er wat netter uit. En als ik kijk nu naar de MACD, dan denk ik dat de prijs lekker doorgaat stijgen. Het volume is wel uit de markt. Mocht je nou nieuw zijn bij CryptoCoiners, of mocht je nieuw zijn met crypto in het algemeen, we hebben sinds een tijdje een gratis programma. CryptoCoiners.nl/kickstart. En als je daar naartoe gaat en je schrijft je in, je wordt niet gespamd, maar je krijgt gewoon een aantal video's. Volgens mij 1,5 week lang of 2 weken lang. En dan krijg je een aantal tips hoe je kan beginnen met traden. En waar je allemaal op moet letten en wat de valkuilen zijn. En dan word je een beetje bij de hand genomen door, volgens mij, door Vivi en door Roel. Dus dat is zomaar even een tip. Meld je aan via CryptoCoiners.nl/kickstart. En dan had ik nog een laatste mededeling vanuit CryptoCoiners en ook vanuit mezelf. Over 2 weken, zaterdag 1 juni, verzorg ik een live clinic via Zoom, starten met traden. Je kan je nog aanmelden via CryptoCoiners.nl en dan gaan we een hele dag met een groep mensen live via Zoom. En dan ga je leren een aantal strategieën hoe je kan traden zoals ik nu aan het doen ben met de CryptoCoiners daytrade methode. Zijn nog plekjes beschikbaar? Als dat wat voor je is, meld je aan. Goed, dat gezegd hebbende. Wat zullen we gaan doen? Nou, ik zit nu dus in 1 trade. Vorige keer had ik er 2 aan. Ik dacht, we gaan lekker multitasken. Nu dacht ik van, nou, dat is eigenlijk ook wel pittig. Dat heb ik ook wel ervaren. Het is sowieso al multitasken, livestreamen, alle 3 schermen in de gaten houden en alle techniek die verkeerd kan gaan. En dan zijn trades ook wel vrij pittig. Dus nu heb ik er maar eentje. Ja, ik hoor vaak dat ik rustig overkom, maar ik ben een ontzettend onrustig persoon. Ik vind dit dus echt saai. Je zit in 1 trade, je zit te wachten, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Goed, je moet geduld hebben en geduld is niet echt mijn sterkste kant. Ik zou zeggen, mensen, als jullie vragen hebben, stel ze in de chat. En ik ga weer multitasken, maar dan op een andere manier. Ik ga jullie gewoon lekker meenemen in wat externe nieuwtjes. En we gaan wat technische analyse doen. We gaan kijken hoe het gaat met de koers van goud. We gaan kijken naar zilver. Daar gebeuren ook hele interessante dingen. En we gaan kijken naar Bitcoin natuurlijk. En dan ga ik ondertussen af en toe terugschakelen naar AllTrady. En volgens mij moeten we er dan wel een leuke bijeenkomst van maken. Ik zie trouwens dat Robert erbij is op 1
Juni of Robert. Ik denk Robert, hartstikke leuk. Chrissy is er ook bij, hartstikke top. Bart heeft de link gedeeld, ook wel slim. En Jeff heeft een vraag. Kun je wat meer vertellen over het bepalen van je instapmoment? Kijk je ook naar prijsactie bijvoorbeeld? Ja, zeker. Dat had ik ook min of meer voorbereid. Even kijken. Ik ga even wisselen van scherm. Jullie hebben dit wel vaker gezien als jullie mijn livestreams volgen. Ik filter op belangrijke events, dus de rode envelopjes. En ik kijk alleen naar de US dollar en naar de euro. Je kan dat hier bij dat groene, ja wat is het, trechtertje, kan je dat instellen. Hier zie je, ik heb alleen rood aanstaan en euro en dollar. Nou, dan doe je apply filter en dan kijk je naar de vrijdag, 17 mei. Oké, we're good to go. Er zijn geen belangrijke aankondigingen. Kijk, als je bijvoorbeeld naar volgende week kijkt, 22 mei om 8 uur onze tijd, 's avonds, komen de minutes, hoe heet dat ook alweer, de notulen van de FOMC-vergadering. De FOMC is een commissie van de Fed, de centrale bank in Amerika. Nou, dat kan best impact hebben op de prijzen van aandelen, van, ja, op de financiële markten. Vaak komen er inflatiecijfers voorbij. En op zo'n moment moet je altijd even alert zijn. Dus dat is één, dat is Forex Factory. Dat neem je mee in je voorbereiding. Nou, dan kijk ik vaak bij crypto bubbles. Je hebt ook coin360.com, maar daar krijg je volgens mij wat meer reclame. Dus we zijn een tijdje geleden bij CryptoCoiners overgestapt op de bubbels. Nou, ik heb hem op Bybit gezet. Dat is wel leuk hier. Je kan de exchange kiezen. Nou, ik ben nu op Bybit bezig, dus die heb ik maar aangezet. En nou, afgelopen uur is alles flink aan het zakken. Behalve dit muntje, die gaat als een gekko. Laten we eens kijken hoe het de afgelopen dag ervoor staat. Ja, hoofdzakelijk in het groen. Drift is lekker hard aan het dalen. SLG ook. Maar de meeste staat in het groen. Dus dit geeft een beeld dat het vandaag, nou ja, best een groene dag is. Het afgelopen uur, en dit was een uur geleden nog overwegend groen. Dus nu komen er ook veel meldingen binnen van de scanner. Dus ik krijg een beetje beeld van de markt. Gaan we even naar Bitcoin. Pakken we die er even bij. Ik zet hem even op een urenchart. Zo, dan zoomen we even in. Nou, dan zien we dat de afgelopen uren natuurlijk een flinke stijging hebben gehad. Afgelopen uur weer een daling. Nou, we zitten zo'n beetje rond die MA9. En we hebben hier dubbel support van de MA20 en de MA50. Dus dat is op zich wel interessant om te zien. Als je nou ziet dat de prijs alleen maar naar beneden gaat van Bitcoin. En je ziet bijvoorbeeld een support liggen daaronder. Ja, dan is Bitcoin gewoon op weg naar een support level. En als Bitcoin daalt, dan dalen de altcoins in het algemeen gewoon vrolijk verder. Dus dan krijg je heel veel meldingen van de scanner. Maar ja, als jij heel veel meldingen krijgt van de scanner, een stortvloed, dan is het ook het teken dat je even op moet letten. Dus als je ziet dat de prijs aan het kelderen is van Bitcoin, dan krijg je veel meldingen van de scanner. Maar sowieso, als jij een stortvloed aan meldingen hebt van de scanner, dan is het goed om eventjes niet te gaan traden. Dus dat, dan gaan we eens eventjes terug naar AllTrady. Om terug te komen op de vraag van Jeff, was het, van waar kijk je nog meer naar bij het moment van je instap. Nou, waar ik naar kijk, allereerst is het de zuiverheid van het signaal aan zich. Dus kijk hier, dit hier was niet de melding. De melding die kwam op dit moment, in deze candle kwam de melding. Dit is niet een heel sterk signaal, vind ik. Waarom ik dit niet een heel sterk signaal vind, kijk, deze candle is wel gesloten onder de onderste band van de Keltner Channels, maar het is een heel klein stukje. Dit is dan de mooiere candle, die is er echt flink onder gesloten. Daar zou je rekening mee kunnen houden. Waar je ook rekening mee kunt houden, is met de stog, dat die lijnen elkaar echt gekruist hebben. Nou, dat is hier. Ik zal even een streepje zetten waar ik ben ingestapt. Ga ik even inzoomen. Dat is hier wel het geval, maar die gele lijn van de stog was nog wel echt ruim onder de 20. Je zou kunnen wachten. Kijk, als je hier was ingestapt, dan was je wat later ingestapt, maar dan had je wel een duidelijker signaal. Dus stel, ik zet die lijn eventjes hier neer. Dan kunnen we even kijken bij de prijs of dat een betere instap was geweest. Nou ja, op zich ongeveer vergelijkbaar. Had niet zoveel uitgemaakt. Dus daar kan je ook naar kijken. Verder, waar kan je nog meer naar kijken? Je kan de MACD erbij pakken. Formeel niet bij de CryptoCoiners daytrade methode. Maar als je bijvoorbeeld ziet, nou stel op dit moment, er is een grote afstand tussen die gele lijn en de rode lijn. En het histogram heeft rode candles. Dan kan het best zijn dat de prijs nog even wat verder gaat zakken. Dat was net trouwens het geval bij Miro. Laat ik die er nog even bij pakken. Dat was deze. Daar was ik wat vroeg ingestapt.
Kijk, mooi voorbeeld. Hier ben ik ingestapt. Dit was wel een mooi signaal, want deze candle is ruim onder de bollinger bands gesloten. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de stochastic, gaan we die eerst eens bekijken. Ja, er is een kruising, maar hij zit nog wel echt heel erg laag. Dus dit was een vrij vroege instap. Nou, en als je kijkt naar de MACD, ja, jullie zien het al. Rode, lange candles in het histogram. Grote afstand tussen de gele lijn en de rode lijn. En die afstand die neemt alleen maar toe. Betekent dat de prijs waarschijnlijk nog wel wat verder zal dalen. Je ziet ook, als je kijkt naar de MACD, pak even het kwastje erbij. Kijk, als je op dit moment zou zijn ingestapt, jullie zien het, was eigenlijk beter geweest. En dat pakt natuurlijk niet altijd zo uit, maar het kan wel. Dat als antwoord op de vraag van Jeff. Ondertussen even kijken. Nou, dit gaat nog allemaal goed. Gebeurt vrij weinig op het moment. De prijs zit bijna op de break-even. Even kijken. Een vraag van Mark. Wat is zo'n beetje de ondergrens voor dagelijks volume van een munt om te kunnen traden? Is dat 10 miljoen USDT of 5 miljoen? En hoe bepaal je of op een bepaald moment er nog volume is? Is 100k per 5 minuten nog genoeg? Goeie vragen, Mark. Wij kijken naar 24 uur volume. De vuistregel is zo'n beetje 5 miljoen USDT aan volume in de afgelopen 24 uur. En dat is waar je de scanner ook op in kan stellen. En ik heb hem zelf staan op 3,5 miljoen. Ik kan het wel even laten zien. Dat doe ik eventjes zo. Status, dan deel ik even mijn scanner instellingen met jullie. Ik heb een preset voor live traden. Ik heb daytrade meldingen voor 1 minuut en 3 minuten. Stop. Ik heb USDT als basismunt. De markttrend moet bullish zijn, anders hoef ik hem niet te zien. En het volume 24 uur moet groter zijn dan 3,5 miljoen USDT. En dan heb ik ook nog WGHM informatie. En ik krijg trendinformatie. Dus dat zijn de instellingen van mijn scanner. Dat is antwoord op de vraag van Mark. Nosreba, ik heb sinds kort de scanner. Kun je aangeven hoe de WGHM het beste is te interpreteren? Ja, dat zal ik even doen aan de hand van dit scherm. Zo. De WGHM is uitgevonden. Er staat voor we gaan het meemaken. Dat is een vaste uitspraak van onze creator Kevan. Wat wij normaliter doen, wat de CryptoCoiners daytrade methode oorspronkelijk is, is dat je trade op de stochastic oscillator. Dat zijn die gele en die rode lijn. En op de Bollinger Bands, die zie je in de chart staan bij de prijs. Nou, Kevan heeft ontdekt dat je als je de RSI, dat is de blauwe lijn, als je die daaraan toevoegt, die kan natuurlijk ook een oversold of een overbought signaal aangeven. Nou, bij de RSI is dat zo als die onder de 30 staat of boven de 70. Dus onder de 30... dan is een munt oversold, dus dan is hij zo hard gedaald dat de verkopers denken van ja, nou hou ik hem liever zelf. Nou verkoop ik hem niet meer. En dat de kopers denken van joh, die munt is zo hard gedaald, nou vind ik het wel interessant om te kopen. Nou, wat krijg je dan? Vaak een bounce, de prijs gaat stijgen. Dus dat is het signaal wat de stochastic oscillator al afgeeft, samen met de Bollinger Bands. Maar ja, als je de RSI daaraan toevoegt en je combineert die met de stochastic oscillator, dan heb je de WGHM indicator. Dus hoe je het kan interpreteren is, je kijkt naar de RSI en je ziet in de meldingen, zie je hier bijvoorbeeld een geel envelopje. Er staat WGHM oversold. Dat betekent dat de RSI onder de 30 was. En volgens mij, als hij onder de 25 komt, wordt het een oranje envelopje in plaats van geel. En onder de 20 wordt hij geloof ik rood. Dus dan is hij zwaar oversold. Maar op zich, een RSI onder de 30 is al goed genoeg. Ja, die WGM is een leuke toevoeging op het daytraden, onder andere. Kan je laten zien hoe je de stoch en de RSI combineert in alt-traden? Ja, daar is best wat vraag naar. Yes, goed idee. Laten we dat eens doen. Even kijken. Ga ik eerst even de RSI weggooien. Zo. En dan wil ik het, om een beetje overzichtelijk te maken, de OBV ook even weg hebben. Dus nu hebben we gewoon de stoch. Die zien jullie nu goed duidelijk in beeld. Nou, stel je wilt de WGHM erbij, dus je wilt de RSI erbij. Dan ga je naar indicators, doe je RSI en dan zie je Relative Strength Index. Dat is de RSI en dan staat hij erbij, maar hij staat in een apart panel. En dat willen wij eigenlijk niet. Ik zet hem even eentje naar boven, dat doe je hier met het pijltje. Nu staat hij onder de stoch. Nou, wat je dan kan doen, je gaat naar RSI, je gaat hier naar de drie puntjes en je zegt Move to Existing pane, ik weet niet wat een pane is, ja, een panel kennelijk, above. Dus als ik dit doe, tadaa, staat de RSI erbij. Wat je dan nog even moet doen, is weer naar die drie puntjes. En dan moet je doen pin to scale A. Waarom? Ik heb geen idee. Ik heb het zo geleerd van Kevan.
En dan pas ik ook het kleurtje aan. Ik had hem blauw gezet. Dat had ik gedaan omdat ik zag dat Roelf dat ook altijd doet in zijn live traden. Nou, weet je wat? We maken hem ook ietsje dikker. Dat doe je hier. Je klikt op de lijn. Zo. Als je de WGM indicator in AllTrady wilt hebben, is dit hoe je dat doet. Ik hoop dat dat antwoord is op de vraag. En ik vermoed van wel. De trade gebeurt nog steeds weinig mee. Ah, Bart heeft het antwoord. Als je dat pin to skill E doet, dus ik zal het nog een keer laten zien. Deze staat nu pinned to right skill. Dan zijn de schaal 0 tot 100% synchroon van beide. Oké, okay. Dus dan staan beide indicators netjes in, op schaal tussen de 0 en de 100. Nou, dus dit is hoe je dat kan doen. Laten we ook eens even kijken naar wat technische analyse. Eens kijken of het lukt nu in één keer om het browser erbij te pakken. Ja hoor, dat is gelukt. Kijken wat wij ook laten zien. Ja, laten we eens beginnen met deze. En dan gaan we even naar de dagchart. Dit is de chart van goud. Nou, ik laat die vaak zien. Ik ben groot fan van goud. Goud is het echte geld, het oorspronkelijke geld en goud behoudt zijn koopkracht. Het stijgt gemiddeld 8% per jaar in de afgelopen 50 jaar, pak een beet. En ik zie het eigenlijk niet zo dat de koers van goud stijgt, maar ik zie het meer andersom. Ik denk, ja, er staat hier XAU USD, dus we kijken nu naar goud ten opzichte van de dollar. Ja, dan kan je zeggen dat goud steeds duurder wordt ten opzichte van de dollar. Dat is natuurlijk ook zo. Maar je kan net zo goed zeggen dat de dollar steeds goedkoper wordt ten opzichte van goud. En zo zie ik dat een beetje. Nou, goud is maar aan het stijgen en aan het stijgen. We hebben pas een mooie all-time high gehad op $2431. En ik had een mooie trendlijn ontdekt en daar zijn we nu uitgebroken. Goud is weer flink aan het stijgen. We staan nu op $2405 nagenoeg. En het is wat mij betreft, volgens mijn verwachting, en ga hier niet op handelen. Dit is mijn inschatting en ik kan ernaast zitten. Ik zit er zo vaak naast. Maar als ik zou moeten gokken, dan gaan we die all-time high binnenkort doorbreken. Dus goud ziet er lekker bullish uit. En dan had ik ook zilver. Zilver is heel lekker aan het stijgen. Die zet ik even op de weekchart. En daar hadden we namelijk een symmetrische driehoek die al een hele tijdje aan het vormen is. Namelijk vanaf 2020. Dus dit is al 3,5 jaar. We hebben hier één week er doorheen gehad. Maar grofweg kan je hier een neerlopende trendlijn tekenen en hier een oplopende trendlijn. Nou, beide trendlijnen hebben best veel aanrakingen. En we zijn daar volgens mij op 1 april, of in de week van 1 april, zijn we daar uitgebroken. We hebben een korte pullback gehad. Geen hertest van dit niveau. Misschien komt dat nog. En goud is ook van deze week, laten we even kijken, is goud al 8,4% zilver. Sorry, ik zei goud. Zilver is deze week al 8,4% gestegen. Dat is echt aanzienlijk. Wat trouwens ook leuk is om te doen. Ik weet niet of... Ja, jullie zitten niet allemaal op Discord, denk ik. Zo niet. Meld je aan. Is helemaal gratis. We delen daar heel veel kennis. Je kan daar je trades delen. Er zijn allemaal verschillende groepen voor de CryptoCoiners daytrade strategie, voor de swingtrade strategie, voor de chartpatronen strategie, trendingmarkten, etc. En dat is netjes gerubriceerd dus. En ook de creators, vooral Sabrina en Max en ik, delen regelmatig content daar. Gewoon leuke nieuwtjes en dingen die wij tegenkomen. Dus het is niet zo ingewikkeld. Je gaat naar cryptocoiners.nl, volgens mij /Discord. Lijkt me dat dat de goede link is. En dan kan je gratis aanmelden. Maar goed, daar had ik dus pas ook iets gedeeld over de gold to silver ratio. En die kan je er natuurlijk ook zelf bijpakken. Dus laten we dat eens doen. XAU is goud en zilver is XAG. Zeg ik dat goed? Ja. Nou, pakken we er even eentje bij. En ik zet hem even op de maandchart. Zo. Nou, wat hebben we nu? We hebben nu de gold to silver ratio. Dus we hebben eigenlijk de prijs van goud niet in dollars uitgedrukt, maar in zilver uitgedrukt. Net als dat je bijvoorbeeld kan kijken naar de prijs van Bitcoin, niet in dollars uitgedrukt, maar in Ethereum uitgedrukt. Is ook heel interessant om in de gaten te houden. Wat je ziet is dat op dit moment zilver, ik moet zeggen goud, ik haal de twee nog wel eens door elkaar,
78 keer zo duur is als zilver. Goud is natuurlijk veel schaarser dan zilver en daarom is de waarde hoger. Dus goud is altijd veel duurder dan zilver. Nou, hoeveel duurder? Ja, dat is dan de ratio en dat kan je dus hier zien. Nou, interessant, de afgelopen 20, 25 jaar was de gemiddelde goud-zilver ratio ongeveer op deze lijn. Die staat er niet voor niks, rond de 60. Maar hier, hij is ook wel eens op 30 geweest en hij is ook wel eens tegen de 130 geweest. Dus hier, pak even het kwastje erbij. Nou, wat is hier aan de hand als de goud-zilver ratio 30 is, terwijl het historisch gemiddelde 60 is, dan is zilver dus vrij duur ten opzichte van goud. Want goud is vrij goedkoop ten opzichte van zilver. En hier is dat andersom. Nou, daar kan je mee spelen. Als jij investeert in edelmetalen en je hebt goud en zilver. Kijk, de meeste mensen die dat hebben, die zitten meer in goud dan in zilver. Want goud is toch wat, ja, meer de nummer één keuze. Zeg maar, goud is de Bitcoin en zilver is de Ethereum. Zo zou je het een beetje kunnen zien. En zilver is wat volatieler dan goud. Dus de meeste mensen hebben meer goud dan zilver. Zeg 80-20 of 75-25. Nou, je kan die verhouding dus gaan aanpassen als je ziet dat de goud-zilver ratio heel erg afwijkt van die 60. Dus dat is wat ik zelf doe. Dus ik heb nu relatief meer zilver dan ik normaliter heb. Nou, vond ik ook wel leuk om met jullie te delen. Oh, hoe gaat het met de trade, beste mensen? Voordat we dat vergeten. Ja, er gebeurt helemaal niks. Ik zal Miro weer even weghalen, is wat overzichtelijker. We staan zo'n beetje op break-even. Ik zie nog een vraag binnenkomen. Robin Beemsterboer. Tjerk, gisteren heb ik 2 kleine winsttrades gedaan in een korte tijd. 0,4% winst. Derde trade viel stil na de eerste bijkoop. Dus je zat er voor 50% in, denk ik. En dan en 7, of na 7,5 uur toch maar uitgestapt met 3,5% verlies. Op die specifieke trade neem ik aan, Robin. Heb je ook wel eens zulke verliestrades? Hoe ga je daarmee om? Jazeker, dat is gewoon pech, Robin. Dat wil helemaal niet zeggen dat het aan jou ligt of dat jij wat verkeerd hebt gedaan. Ik kan die trade natuurlijk niet beoordelen, want ik heb hem niet in beeld. Maar ja, een trade kan verkeerd aflopen. Wat me wel opvalt, 7,5 uur is wel heel erg lang voor een trade. Ja, eerder uitstappen. Pak bijvoorbeeld 20 of 30 candles. En als er dan niks gebeurt met de trade, ja, je hebt een keer bijgekocht, je zit er voor de helft in. Nou, je staat bijvoorbeeld een paar procent in het verlies. Ja, eruit en op naar de volgende trade. Vaak als een trade echt gaat sukkelen, dus er gebeurt helemaal niks. En ja, hij gaat zijwaarts, je ziet weinig volume, of hij blijft rustig aan dalen. Ja, dan gaat het niet in het algemeen niet meer zo snel goed komen. Dus dan kan je er maar beter uitstappen. En ja, hoe ga je ermee om? Ja, op naar de volgende. Trek het je niet aan. Het ligt niet aan jou. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Deel je trade bijvoorbeeld op Discord. Kan hem gewoon delen en om feedback vragen. En andere cryptocoiners reageren erop. Ik reageer zelf ook geregeld daarop. Voordat mijn bier helemaal warm is, drink ik trouwens even op. Als jij misschien geen goede instap had of het was geen goed moment om te traden, dan krijg je die feedback vanuit de community, gratis en voor niks. En zo helpen wij elkaar bij CryptoCoiners. Dus zo kan je daarmee omgaan, Robin. Laten we ook eens even kijken naar Bitcoin. En dan begin ik eens even op de weekchart. Ja, want we zijn weer aan het stijgen. Tijdens de livestream van vorige week en de week daarvoor geloof ik ook al. Nee, vorige week was het. Wees ik op deze mooie lange candle die nagenoeg tot de 20 weken moving average is gekomen. Net daarboven gestopt. Nou, je ziet een hele lange wick aan de onderkant. Dus ja, deze lage koers is afgewezen. Ja, je ziet hier ook die lange wicks aan de onderkant. Dat betekent dat steeds als de koers daalt, dan staan er kopers klaar om de dip te buyen, dus om lekker goedkoop in te slaan. En nu, kijk, deze week is natuurlijk nog niet gesloten. Die duurt nog 2 dagen en 10 uur, dus tot zondagnacht. Nu staan we net boven de MA9. En waar ik op ga letten is hoe we deze week gaan sluiten. Sowieso, als dat boven vorige week is, is dat natuurlijk gunstig. En als het ook boven de MA9 is, dan is dat ook weer gunstig. En dan gaat die MA9 ook weer wat omhoog krullen, want hier zie je sinds die correctie die hier is ingezet eigenlijk, zie je hem wat naar beneden knikken. Nou, als de prijs dan verder zou dalen, dan gaat die MA9 uiteindelijk door die MA20 buigen. Dus dan krijg je zeg maar dit, zo,
die moet dan eigenlijk zwart zijn. Zo, en stel die MA20, die loopt dan nog een beetje zo door. En die maken we even geel. Ja, dan is het, ziet het er niet zo florisant meer uit. En dan kan je echt verdere correcties gaan krijgen. Dus de close van deze week is belangrijk om naar te kijken. We gaan even naar de dagchart. Als jullie de podcast hebben geluisterd, even kijken, was het de podcast of was het... Ik denk dat het CryptoCoiners Café was van Roel afgelopen woensdag. Daar is het ook al aangegeven, maar de dagchart, daar hebben we een trend reversal. Als ik even zo doe, kijk, de dagchart die was bearish, want we hadden lagere pieken en lagere dalen. Nou, dit was het laatste dal. Vervolgens hadden we hier een lower high, dus deze high is lager dan deze high. En we gingen weer dalen. En we waren onderweg naar een nieuw dal. En toen was de vraag, krijgen we een hoger dal of krijgen we een lager dal? Nou, en dat is uiteindelijk dit dal geworden. En dit dal hier is hoger dan dit dal. Dus we hadden hier al een higher low. En inmiddels hebben we deze high uitgeschakeld. En dat hebben we woensdag gedaan. We zijn er ook boven gesloten. Nu staan we alweer boven dat niveau. Dus de dagchart is weer bullish geworden. En dat is natuurlijk ook een heel positief teken voor Bitcoin. Dus we kunnen weer verdere prijsstijgingen tegemoet gaan zien. Niks is natuurlijk zeker. Kunnen we ook nog de trade in de gaten houden. En dan kan ik weer even naar de YouTube chat kijken. Is People USDT op dit moment een goede instap? Nou, we gaan eens even kijken. Heeft de scanner een melding gegeven? Nou, maakt niet uit. We gaan het gewoon beoordelen. Ik zag People al voorbij komen. Bedoel jij de 1 minuut? Jeff vroeg dat. Ik denk het wel. Nou, wanneer kwam jouw vraag? Ik denk hier, want we hebben een aantal candles onder de MA20. Nou, even goed inzoomen op de stoch. Die schoot echt omhoog. Hè, die gele lijn was nog niet boven de 20. Hij was nog niet niemands land. Ja, de 1 minuut zie ik. Dus het is hier een vrij vroege instap. Is op zich helemaal niet erg. Nou, de RSI stond rond de 30. Dus die was misschien net geel qua WGM-indicator. Die zou nog wel wat meer kunnen dalen. Dat weet je niet. Nou, als je kijkt naar de MACD, dan hebben we geen rode staaf in het histogram. Maar al roze. Dus dat begint al wat minder heftig bearish te worden. De afstand tussen de lijnen is nog wel vrij pittig. Dus het kan absoluut. Ik zou gewoon instappen, Jeff. Ik had het gewoon gedaan. Als je wat voorzichtiger bent, dan wacht je tot die gele lijn van de stoch in niemandsland is. Dus boven de 20. Dus nou, daar komt hij nu. En je ziet nu ook dat die gele lijn van de MACD wat omhoog begint te krullen. Dit zou ook een prima moment zijn om in te stappen. We gaan niet meer in een nieuwe trade stappen. Zit al in een trade. Dus ik ga toch geen 2 keer bijkopen. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt bij People. Altrade moet eventjes nadenken. Daar is hij. Ik ga gewoon even voor de ask-prijs instappen. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Doe mij niet na. Het volume is beroerd op vrijdagmiddag. Je trade kan voortgaan sukkelen. Maar ik probeer het gewoon. En dan kan ik weer een trade aan jullie laten zien. Beter 2 trades dan 1 trade, toch? Dus we gaan eventjes kijken of we gevuld gaan worden. Ik zal hier trouwens eens even kijken. Ik heb hier ook de scanner openstaan. Ja, er kwam inderdaad een melding van People op de 1 minuut. Met een oversold signaal en 77% bullish markttrend. Nou, de markttrend is ook in orde. En volgens mij zijn we nu gevuld. En soms gebeurt dit en dan moet Altrady eventjes nadenken en het een en ander verwerken. Want de koers staat nu al onder onze aankoop. Dus we zijn gevuld, als het goed is. Ja, nou gebeurt er wat. En nu hebben we een groen pijltje en een break-even lijn. Nou, weet je wat? We zetten gewoon 1 verkoopopdracht neer. Die zet ik lekker hoog. Verkoopopdracht voor 100%. Nou, we gaan eens even kijken wat de breedte is van de bolletje bands. Je kan shift ingedrukt houden. En dan druk je op je linkermuisknop. Dan ga je omhoog. En dan kom je op 2,4%. Nou, dan gaan we vervolgens kijken vanaf de instap. Ronden we het naar boven af. Zo'n beetje 2,5%. Luistert niet zo nauw. Ik heb hem nu precies op 2,5%. En dan ga ik eens even kijken of we hier iets tegenkomen. Nou, dan zet ik hem even op 5 minuten. Om wat verder uit te zoomen. Ja, dan zou je denken van weet je wat. Kijk, wat ik zou doen in deze situatie.
ietsje eerder bijkopen. Ja, je neemt wat meer risico, maar die trades gaan ook wat sneller. Ik ga hier mijn bijkopen zetten voor $25. Buy, confirm. Haal dat lijntje weer weg. Hij staat. Kijken of hij goed staat. Zie, ik heb hem net wat te laag gezet. Is helemaal geen probleem. Passen we hem aan. En we zitten in de trade. Rond break-even. Hoe gaat het met token? Token gaat naar het zuiden. Zou leuk zijn als we nog de bijkoop kunnen pakken. Oh ja, er was nog een leuk nieuwtje. Dit had ik ook gedeeld op Discord. Wisconsin in Amerika. Daar is een pensioenfonds en dat pensioenfonds zit in Bitcoin. En die hebben niet zomaar wat Bitcoin gekocht. Die hebben spot ETF's gekocht voor $160 miljoen tussen afgelopen januari en april. Nou, die spot ETF's die zijn er sinds januari. Volgens mij 10 januari was het. En nou, zij moeten filings doen. Dus een pensioenfonds moet transparant zijn en laten zien wat ze allemaal aan beleggingsbeslissingen hebben genomen. En nou, dat blijkt dus uit hun kwartaalrapportage, wat loopt van 1 januari tot en met 31 maart, dat zij in BlackRock ETF zitten en in Grayscale. Dit was helemaal niet zo groot nieuws. Ik zag het niet veel voorbij komen. Ik weet niet meer waar ik het zag, maar ik vind het wel groot nieuws. Zodra pensioenfondsen Bitcoin gaan kopen, ja, moet ik het nog verder uitleggen. Hoeveel geld zit er wel niet in pensioenfondsen? En als er één schaap over de dam is. En er gaan meer volgen. Ik vond dit heel erg bullish nieuws. Dus vond ik ook leuk om met jullie te delen. Hoe gaat het met onze trades? Token gebeurt weinig mee. People gebeurt ook weinig mee. Ja, dit is typisch voor een vrijdagmiddag. Dus dit is ook waarom wij zeggen vrijdagmiddag, dan ja, de mensen die gaan weekend vieren op de een of andere manier in Amerika ook, terwijl het daar natuurlijk vroeger is, wordt er weinig gehandeld en dan is er weinig volume. En als er weinig volume is, is er ook weinig volatiliteit. Dus is er weinig beweging in de prijs en is het gewoon niet lekker traden. En op zaterdag is het ook niet echt lekker traden in het algemeen. En zondagmiddag, zondagavond, dan begint het weer een beetje te lopen. En gaat het in het algemeen best aardig. Ook mogelijk goed nieuws. Bitcoin bull Michael Saylor. Wie kent hem niet? Hills Senate's vote to kill controversial SEC anti-crypto policy. Oké, nou, een hele mond vol. Ingewikkelde Engelse termen. Ik weet niet wat Hills betekent. Ja, dat is dat hij er positief over is. Een Senate's vote to kill. Oh, wacht. Ja, ik snap hem. Er is de SEC is de Amerikaanse beurswaakhond. En die zijn anti-crypto. Die doen er heel veel aan om crypto de nek om te draaien. Dat is hun beleid, dus hun policy. Er is kennelijk een senator in Amerika, dus wat hier de Eerste Kamer is. En die heeft een voorstel gedaan om de SEC te doen bewegen, eigenlijk opdracht te geven. De politiek is natuurlijk de baas. Om te stoppen met dat anti-crypto beleid. En Michael Saylor is, dat is de CEO van MicroStrategy. Het is een bekende Bitcoin guru, een bekende fan van Bitcoin. Hij is extreem bullish over Bitcoin. En hij heeft dus gezegd van ja, dat is goed nieuws. En we moeten inderdaad de SEC verplichten om crypto te gaan omarmen. En te stoppen met het tegenwerpen van alle crypto blokkades die zij proberen op te werpen. We gaan ook weer eens even bij de andere trade kijken. Nou, daar gebeurt nog vrij weinig. We zijn weer wat aan het stijgen. Dit was op zich weer een leuk inkoopmoment geweest. Kijk, we zien hier de candles net gesloten onder de onderste band van de Bollinger Bands. Dus toch geeft hier ook een geldig signaal af bij deze candle. En je ziet de prijs stijgen. En we gaan kijken waar die naartoe gaat. Bart zegt nog, die Michael Saylor heeft het potentieel baanbrekende moment voor de cryptosector gevierd nadat de Amerikaanse Senaat een resolutie had aangenomen om een boekhoudregel van de SEC in te trekken die is gericht op banken die cryptodiensten aanbieden. Wall Street wil Bitcoin, het Huis van Afgevaardigden, dus zeg maar de Tweede Kamer, wil Bitcoin en nu wil de Senaat Bitcoin, verklaarde Michael Saylor op X. En de Senaat hekelt de draconische crypto-bewaringsregel van de SEC. Joe Biden was nog in het nieuws. Die heeft aangegeven dat hij een veto zal uitspreken over de resolutie als deze wordt aangenomen. En hij stelt dat het neerhalen van die regel, dus als die wordt neergehaald, het werk ter bescherming van investeerders in crypto-activa-markten, een hele mond vol,
en om het bredere financiële systeem te beschermen, zou kunnen belemmeren. Biden is volgens mij niet zo'n voorstander van crypto en Trump is wat meer voorstander van crypto. Maar goed, laten we het maar niet over politiek hebben bij cryptocoiners. Maar ik denk wel dat als je het aan de gemiddelde Nederlander vraagt, dat die liever een democraat hebben dan Trump. Maar goed, dat is politiek. Dus dat laten we maar politiek, hè. Gaan wij ons maar niet inmengen in deze toch al zo gepolariseerde samenleving. People is aan het stijgen. We staan boven de break-even lijn. We staan 0,34% in de plus. Dus we zouden de trade nu af kunnen sluiten. We zijn lichtelijk overbold op het moment. En je ziet ook een reactie van de koers dat we eventjes gaan afkoelen. Nou, je ziet ook de stog. Het momentum schiet naar beneden toe. De MACD ziet er nog goed uit. Het zou leuk zijn als hij dan nu een higher low gaat maken. Dat kan je ook op de minutenchart bekijken. Dus stel ik pak het kwastje erbij. Hij zit nu trouwens op de MA20. Dat is ook een support level. Dus het zou mooi zijn als hij dan bijvoorbeeld dit gaat doen. En dan gaan we onze TP pakken. Even kijken, we zijn alweer een uurtje bezig. Ik kan me voorstellen dat jullie ook lekker jullie weekend in willen gaan. Kijk, in zo'n situatie, stel je moet er vandoor of je wil weekend vieren of je gaat de hond uitlaten. Dan kan je denken van ja, ik zit net in het verlies. Ik ga nu niet uitstappen hoor, maar ja, doe het gewoon wel. Je staat een klein beetje in het verlies. Je hebt niet eens bijgekocht. En bij People valt het ook heel erg mee. Je staat eigenlijk gewoon rond break even. Ik ga jullie goed weekend wensen. Ik hoop dat het een beetje meevalt met de regen. Het zou wat gaan regenen dit weekend. Ik wens jullie goed weekend. Leuk dat jullie er waren. Geef de video een duimpje als jullie dit een leuke livestream vonden. En ik zie jullie weer bij de volgende. Tot ziens.